toch die twee cilinders meer, hè, dat we hem pakken. En het prijskaartje, ja Sjoerd, die is 2,6 miljoen. Drivers Dream kijkers, vandaag een hele speciale aflevering, mag ik wel zeggen. En ja, nou, je gaat het allemaal zien. De eerste meeting van vandaag is met Dutch Performante. Yes! Hey jongen. Welkom, welkom. Ja, dankjewel jongen. Wat staat er allemaal op de planning van vandaag? Ja, kijk, Lamborghinis en dan Lamborghinis. Nou goed, ja, we hebben een afspraak eigenlijk, ja, met een van de misschien wel de meest bijzondere supercar collector van Nederland. Mm-hmm. Die heeft een aantal Lamborghinis en ja, de meest bijzondere Lamborghini misschien wel wereldwijd op dit moment. Ja, er is volgens mij maar één in Nederland rijdt er rond. Hè? Ja, dus, ik denk dat het een van de eerste van Europa is zelfs. Dus, Primeur. Ja, best wel een primeur. Ja. En volgens mij komt er nog iemand vandaag even langs. Ja, Don de Jong, die is, als het goed is, is hij nu al onderweg. Maar Don is normaal nooit te laat, toch? Hij is altijd te laat, alleen nu, omdat dit zeg maar heel uniek is en hij is helemaal autoliefhebber. Volgens mij staat hij er al. Daar staan wij nu te laat. Ja, wij zijn eigenlijk te laat. Nou, ik heb er heel veel zin in. Ja. Hey, let's go. We gaan onderweg naar Brabant. Top. Lambo. Wat is dit ook alweer? Nee, hè? Dit is een ander paardje, maar wel Italiaans. En ik moet Shahid natuurlijk wel een beetje bijhouden onderweg naar Brabant. Maar ja, dit is natuurlijk leuk, zeker leuk. Maar er gaat nog zoveel bijzonders komen. Alleen, dit is mijn vervoer voor nu even. Ja, dit blijft toch wel lekker hoor. 740 pk op je achterwielen en ja, die F12, dat is en blijft gewoon een beauty. Hij is qua lijnen is die veel cleaner, hij is wat bescheidener dan zijn opvolger, de 812 Superfast, die natuurlijk met 800 pk nog meer pk's heeft op zijn achterwielen. Dat is wel een vreemd verhaal, want die 812 die is qua handling is die eigenlijk zoveel beter te temmen, terwijl die nog veel meer pk's heeft. Dit is en blijft een tricky ding. Ja, die Performante, dat is toch, dat is en blijft een gave auto. Qua geluid, een van de meest iconische Lamborghinis die er gemaakt is. Qua handling, ja, sowieso de best rijdende Lamborghini. Maar goed, misschien wordt die Performante vandaag wel van de troon gestoten. Ja, wat we vandaag gaan zien, dat is gewoon uniek. Houd hem bij hoor, die F12. Twee vingers in zijn grill. Toch die twee cilinders meer, hè, dat we hem pakken. 12 cilinders. Ah jongens, Enzo Ferrari, de man die de 12 cilinder ja, heeft uitgevonden, is natuurlijk niet waar, maar hij geloofde in die 12 cilinder en dat geluid blijft onomstreden. Punt uit. Heerlijk. Maar oké. Op de tweede plek zo'n V10. Klinkt ook wel goed hoor. Zo, nou, we zijn aangekomen in Brabant bij, ik denk toch wel, de grootste supercar en hypercar collector van Nederland. En er zijn nog veel meer mensen, want kijk eens even, een groene Performante, daar komt er trouwens nog één. Maar deze kennen jullie misschien al, want deze is van Don de Jong. En Don, even daarheen lopen. En dan zien jullie waarschijnlijk al wat er allemaal nog meer gaat gebeuren. Ja jongens, dit is zo uniek. Zo uniek wat er eigenlijk voor Nederland gaat gebeuren. Kijk hier, ik had het over uniek. Nou, A. Don de Jong. Goeiedag. En, ja jongens, Lamborghini Sian. Een van de allereerste wereldwijd geleverd. Sowieso de eerste van Nederland. Een van de eerste van Europa. Een van 63 stuks. Het is toch niet normaal dat we dit in ons kleine landje hebben. Kijk eens even. Ja, echt wel echt heel uniek. Eerste hybride Lambo. Op Nederlands kenteken. Goh. En ja, de eigenaar heeft dus meer leuks, waaronder een groene Performante, ja, Don. Die komt me bekend voor. Ja, wel hè? Ja man, fantastisch. Hey, maar is dit gaaf of niet? Ja, dit is echt mega exclusief. Ja. Hybride Lambo 818 pk, 34 uit elektromotor. Ik heb er alles over opgezocht. Jongens, ik hoef niks meer te zeggen. Kom maar zeggen. Nee, ga jij nou maar vertellen. Ik heb van Sjoerd de microfoon gekregen, want ik moet gewoon oprecht overnemen.
We hebben hier 63 staan aan de zijkant van Lamborghini. Dus het geboortejaar 1963 van Lambo. Plus dat er maar 63 van zijn gemaakt wereldwijd. Snelste Lambo ooit gemaakt met de meeste pk's. Topsnelheid boven de 350 km per uur. Er zit een elektromotor in met 34 pk. Die is aangesloten op de versnellingsbak. Zodat als je overschakelt dat je geen vermogen verliest. Dan komt die elektrische power erin klappen. Ja, het is echt een waanzinnige techniek wat erin zit. En het prijskaartje, ja Sjoerd, die is... 2,6 miljoen op Nederlands kenteken. Dus, maar dat is wel vriendelijk. Omdat het een hybride is, valt de BPM wel mee. 130.000 euro maar aan BPM. Dus. Komt omdat het hybride is natuurlijk, ja. Ja, natuurlijk. We zijn ook nog een beetje van de bloemetjes en de bijtjes. Ja. Oh, kijk, daar gaat nog even een SF90. Oh, daar hebben we ook nog Dutch Performance. Ja, wat er nu gaat gebeuren, ik denk de dikste optocht ooit in Nederland gezien. Driver's Dream. Hey jongens, het is weer heerlijke chaos. Nooit vertoond in Nederland, maar loop even mee. Lamborghini Sian. Performante. Cameraman hollen. Performante. SF90. Oh. Ja, we hebben nog een F12 ertussen. 488 Pista. Aventador SV. Ook nog even. Nieuwe F8 Tributo. Nog een performante, nog een groene Kermit. En we sluiten hem af met de meest speciale Senna die er is op Nederlands kenteken. Full carbon. Jongens, zeg het maar. Woehoe. En we zijn onderweg, ja, met wat denk ik? De meest unieke line-up is die je ooit in Nederland hebt gezien. Want kijk eens, 1000 pk. De nieuwe SF90, 1000 pk. En hier hebben we Don met de performante. Die klinkt nog steeds. Daar is Don. Yo, best lekker of niet? En natuurlijk. Daar, ja, die zit alweer te appen. En hier gaat de Sian hoor, let op. Oh jongens, wat is dit heerlijk. Wat een Batman kont heeft die Sian. Dat is echt uniek om te zien. Heerlijk. Ja, ik hoef niks meer over de specs te vertellen. Dat heeft Don de Jong waarschijnlijk allemaal gedaan. Geniet gewoon even van ja, deze unieke beelden. De spec op deze Senna, dat carbon met geel, uniek. Deze auto is serieus zelden tot nooit naar buiten geweest. Hè? En ja, wat rijdt er vandaag allemaal. Ik wil, oké, ik heb wel wat meegemaakt op autogebied, maar in Nederland nu dit. Ja, uniek, echt uniek. Hij trekt wel op die piste. Ja, 720 pk, 740 pk, maar hij won het wel. Hey Gurp, je wou toch supercars hebben? Hoppa, hier heb je supercars.
echt uniek. Ik denk best wel in de wereld dat je dit bij elkaar ziet, maar heerlijk, echt heerlijk. Ja, 1000 pk, die houden we niet bij. Hij is wel echt snel, ja. 0 tot 100, 2,5 seconden. Ik denk dat het de snelste is die ertussen zit, hè? Even parkeren, jongens. We hebben even een parkeerplaats gevonden waar we al dit moois even neerzetten. En dan hebben we even iets meer de tijd om even rustig eens even alles mooi te bekijken. McLaren Senna, 800 pk. 4 stuks van in Nederland officieel geleverd. De allereerste Sian in Nederland, 818 pk. Bizar. En ja, dan hebben we hier nog natuurlijk de Performantes. 3 Performantes. En ja, zijn maar niet belangrijk, die mensen. Ja, 640 pk. Ik zei het al, het is de minst krachtige, maar maakt wel een bak herrie. En hier dan Aventador SV. Ook wel lekker in het geel. 750 pk. En de klapper van de week. Ja, de hybride Ferrari, de SF90. Ik vind het nog steeds bizar om te zien. Ik weet nog helemaal niet wat ik ervan moet vinden. Ik heb er ook nog niet mee gereden, maar 1000 pk. 1000 pk. Serieus veel. En hier dan staat er ook nog even een Pista 720 pk. Zelfde blok, zelfde pk's. F8 Tributo. En de auto waarmee wij zijn vandaag gekomen. Hè? 740 pk op je achterwielen. Het is een beetje het bejaarde bakkie in dit rijtje, want het is de oudste. Maar wel heel lekker. Ferrari F12. Ja, Don, YouTubers die rijden Lamborghini volgens mij allemaal, hè? Ja, maar er is een reden voor. Een exotische Italiaan. Ja. Met een rijbeleving en een geluid waar u tegen zegt. Ja, maar ik vind het wel uniek. Jij bent hoe oud nu? 21. 21. En gewoon deze auto zelf bij elkaar geYouTubed. Ja, het is... Heerlijk. Het is waanzinnig, man. Ja. Maar ik heb wel echt bewust... Ja, het is toevallig dat heel veel influencers voor Lambo's gaan. Ja, dat is vrij opvallend, ja. Maar ik heb echt... De grootste reden dat ik deze heb gekocht is het ALA-systeem, dus ALA. Aerodynamica, Lamborghini Activa, actief aerodynamisch systeem. Daardoor is de wegligging zo bizar. Je hebt zoveel macht over het stuur. Nee, dit is gewoon met afstand de beste Lamborghini ooit gebouwd. Oh, en dan heb ik niet met die Sian gereden. Die zal misschien nog net even een next level zijn, maar dit is wel echt... Maar deze is ook revolutionair. Mede door die, gewoon zo'n atmosferisch blok die de Nürburgring gewoon een record zet. Hij weet er wel wat van, hè? Ja, ik ben opzettend. Hey, en Kermit, de kleur is ook lekker. Heb je speciaal deze kleur? Ja, ik wilde Ferdimantis, dus groen, dat is deze kleur. Ja. Of ik wilde echt gewoon Hollands oranje, alleen die was... Alleen maar in matte verkrijgen, want hij is wel tweedehands. Okay. En die glanzende oranjes die waren gewoon niet te verkrijgen, dus heb ik voor groen gekozen. En daar ben ik eigenlijk achteraf wel heel blij mee. Ja, heerlijk. Als je nou een andere auto moest uitkiezen hier, in dit rijtje. In dit rijtje? In dit rijtje. Wat neem je mee? Die F8 Tributo vind ik wel heel classy gewoon. Classy, zeker. Dus ik denk dat Ferrari kan je altijd mee aankomen, maar ik denk dat ik voor die 488 Pista ga. Ah. Want die is heel speels ja. En die is zo snel in de rechte lijn. Dat vind ik echt leuk. Dat goede keus. Goeie keus. En het is een Pista model. Driver's Dream keurt deze keuze goed. Ja, ik heb het goed gekeurd. Ja, Pista. Wat een gezellige dag dit. Nou, lekker hè? Ik ben echt blij mee. Ja. En voor jou ook de vraag, net ook even aan Don gevraagd. Stel nou, je gaat nog 100.000 badkamers verkopen vandaag. Dus je mag er nog één meenemen. Prijs doet u niet. Prijs doet u niet. Die Ferrari die met die... Die rode. Die rode, ja. Nee, met die 1000 pk. Die neus. SF90, snel halen. Ik zou jou vertellen, ik ken één andere eigenaar. Die heeft hem ook in Nederland. Ja. En die heeft ermee gereden. Die is gewoon bang. Die is zwaar geïntimideerd door die auto. Ja. 1000 pk. Ik heb het altijd door mijn vrouw dat ik zwaar geïntimideerd word. Maar ik ben tevreden. Ik ben zelfs blij met die zwarte Ferrari. Ja. Ik ben blij met de zwarte Ferrari. Hij is zo bescheiden, die jongen. Hij is al blij met de zwarte Ferrari. Maar die vind ik ook echt heel dik, hoor. Nou, dat is hij ook wel, hoor. Ja, bijzonder, hè, al die Ferraris. En ja, als je nou afvraagt van hoe krijg je dit nou allemaal bij elkaar, nou, dan hoef je maar één iemand te bellen. Ja, Don en Sheet zijn natuurlijk mee. Maar al die andere auto's zijn maar van één persoon. En ja, hij is best wel in het autowereldje misschien al een beetje bekend, maar anders moet je hem even volgen. Gerard van der Horst. @G van der Horst zie je volgens mij nu ergens in beeld. Ja, een van de allergrootste supercar en hypercar collectors van Nederland, misschien wel van Europa. En er gaat nog aardig wat komen, weet ik. Dus die collectie die groeit nog wel even.
Volg maar even. Ja, tot zover deze bizarre car meeting ergens op een parkeerplaats in Brabant. We gaan weer. Gentlemen, start your engines. Let's go. Bam. Hey, je bent niet bang. Hey, je bent de eerste die erin rijdt. Ja, doe dat. Jij bent gelukkig heel ervaren. Doe er normaal mee. Je bent niet bang, hè? Ik hang je op, hè? Ik hang je aan de hoogste. Nee, ik zal... schatje. Ik zal heel netjes rijden. Ja, hou mij bij. Nee. Het Kenneth. Oh, dat ding past. Kijk. Jongens, het is voor het angstzweet van Don als je te hard gaat. Ik mag even in Don's auto rijden. Ah, dat vind ik wel geweldig, hoor. Ik bedoel, 21 jaar. Ik vind het razend knap dat een gozer in zo'n gave auto mag rijden. Kan rijden. Hey jongens, genoeg geluk. Kijk eens. Oh, we rijden weer achter die Sion. Ah, dit ding klinkt wel goed, hè? Haha! Oh jongens, performantes zijn. Nou, we hebben er al genoeg gehad op Driver's Dream. We hebben ze zo vaak al bezongen. Maar wat is dit een gave car? Hij ging wel af, die Sion. Kijk dan die achterkant. Dat is er gewoon Batman die in een dronken bui een auto heeft getekend. En dacht, ja, dit is hem. En ja, hij is natuurlijk ook geënt op de Countach. De supercar van Lamborghini uit de jaren 70-80. En die lijnen, ja, dat zie je er wel goed in terug. Hè. Wat een gaaf ding. Ja, hij staat natuurlijk wel in Corsa, maar deze rit vraagt om de Corsa stand. Klinkt al fantastisch, hè? We zijn weer terug in de garage waar al dit moois allemaal thuis hoort. Gaat allemaal weer naar binnen. Maar we hebben nog een klein toetje, want ja, het G. van der Horst. Hij heeft ook nog een eigen raceteam, dus hier binnen staat nog wat moois. Gaan we even nog kijken als toetje. Oh ja, dit is trouwens het daily driver van Gerard de Urus. Nog een Lamborghini, maar die is niet eens mee geweest. Staat gewoon even in een hoekje weggeduwd. Maar toch wel in het kleurtje lekker, hoor. Ja, zoals ik al zei, de eigenaar race dus ook nog op het circuit en met de Super Trofeo Cup met Lamborghini. En kijk deze twee hier even staan. Ja, daar zit geen kenteken op, dus die kon ook niet naar buiten. Maar wel nog even lekker om te zien. En we hebben nog iets speciaals, want ga Gerard van der Horst volgen, @G van der Horst en tag Driver's Dream. En dan gaan we eind april gaan we een ritje doen. Met Shahid, met Don en de Sian en dan ook nog de Senna. We geven 10 ritten weg. 10 in de Sian, 10 in de Senna, ook met jullie. Dus allemaal taggen, schrijven en ja, dan loten we er eventjes een aantal uit. En als het mooi weer is, hè? Maak wel een mooie dag van sowieso. Lekker met slushpuppy en alles. IJsje. Hamburgertje, sushi. Nou, kijk eens aan. Mannen, wat vonden we van deze dag? Onwijs. Waanzinnig. Ja. Ja? Ik heb een heel nat onderbroekje, maar... Ja, van de zwanes, denk ik. Ja. Nou, jij hebt nog een beetje deo in je auto, dus als je veel gezweet hebt... Ja, ik ga het flink opdoen straks. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, dat is wel nodig. Hé, ja, waanzinnig, hè? Ja, superleuk. Ik wil jullie ook bedanken. Ik wil jou bedanken. Ja. Ik wil jou bedanken. Ik wil jou bedanken. Ik wil Gerard, ik wil iedereen bedanken die dit, die dit mogelijk heeft gemaakt. Nou, ik wil jou weer bedanken. In ieder geval, dit was Driver's Dream voor deze keer. En ik zie je. Ho, ho, ho. Even abonneren en duimpje omhoog. Maar dat weten ze al. Tot de volgende keer. Ho.